Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Leuk dat je kijkt naar een eerlijk gesprek. Wat vindt u van de zorg in Nederland? Of een andere vraag, welk cijfer zou u de zorg in Nederland geven? Zorg in zijn algemeenheid bedoel je? 6. 6, hè? Ja, 7. Een 7. Nou, ik neem een 4. Een 4. Nou, een 7 wel. Ja, u ook mevrouw. Ik kom wel even naar u toe, want dat is zo'n afstand. De zorg in Nederland, welk cijfer geeft u de zorg? Ja, ook zoiets, ook een 7. Kijk daar eens. Nee, want ik heb een dochter die woont in een zorg. Die heeft het syndroom van Down. En daar, daar zit ze heel mooi en daar doen ze heel veel voor de. Dus daarom vind ik de zorg heel goed. Nou, ik denk dat er een heleboel mensen die zorg nodig hebben tussen de wal en schip terechtkomen, omdat er gewoon te weinig mogelijkheden zijn, te weinig personeel, te weinig opvang is. En te veel wordt gerekend op dat er familieleden wel zullen inspringen of buren of wat dan ook. En dat vind ik een slechte zaak. Er wordt veel te veel gemopperd, dus het is niet goed. En hoe moet het beter? Ja, als ik dat wist, dan zou ik minister zijn. Trouwens, die weet het ook niet. Nou, legt u eens uit waarom het een 4 is volgens u. Waarom? Te weinig mensen, te weinig personeel. Ze worden eigenlijk aan hun lot overgelaten. Ik zit zelf een beetje in de zorg nou. Dus, wat doet u in de zorg? Ik zit bij Raffi. Ik doe de dagbesteding. Dat is in Breda? Dat is in Breda, ja. Ik ken het. Ja. Oké. Okay. Nou, stond van de week ook in de krant dat 1 op de 5 Nederlanders zorg mijdt vanwege de hoge kosten. Hè? Het eigen risico is €385. Kijkt u daar tegenaan? Nou, dat er een eigen risico is, dat snap ik wel. Want ik vind dat mensen best wel geconfronteerd mogen worden van wat de zorg kost. Maar het is natuurlijk zonde als daar mensen die het niet kunnen veroorloven, daar de dupe van zijn. Dus dat zou best wel een klein beetje aangehaald mogen worden. Dat kan toch niet, dat is toch niet normaal? Ik weet één ding wel, vroeger betaalde ik ziekenfonds heette dat. Hè. En toen was ik, dat merkte ik nog nauwelijks. Tegenwoordig betaalde een vermogen aan ziektekosten en wat er nog bij komt. Dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed. En hoe is het dan daar met de zorg gesteld? Ja, 4 zegt u, dat is niet best. Ja, dan gaat het wel redelijk. Het begint nou weer een beetje te komen met het personeel. We hebben nou gisteren weer eentje bijgekregen om mensen naar de wc te brengen en zo. Dus dat begint daar weer te komen. En dan vanuit het standpunt van de cliënten, patiënten gezien. Mag ik aan u vragen wat u betaalt aan uw zorgverzekering per maand? Ik heb beter aan mijn vrouw vragen, dat weet ik niet hoor. Wat betaalt uw man aan zorgverzekering per maand? Ja, wij samen zitten bijna aan de 400 zoveel. En heeft u dan aanvullende verzekeringen? Aanvullende verzekering, ja. Nou, schiet me ineens net te binnen dat er ook ontzettend veel medicijnen worden weggegooid. Dat stond van de week, een paar weken geleden was het op televisie. Praten we echt over honderdduizenden euro's, ik meen zelfs per dag. Wat is een goed idee om dat probleem tegen te gaan? Nou, terug inleveren bij de apotheek. En dan dat weer opnieuw ter beschikking stellen. Want ik heb nu de indruk dat bij de apotheek het ook weggegooid wordt. Ja, dat is dus het probleem. Sommige medicijnen mogen dus niet teruggegeven worden en die moeten vernietigd worden. Als het gewoon nog dicht zit in de verpakkingen enzovoort en er is niks mee gedaan of zo, gewoon opnieuw in de roulatie brengen. Maar ja, ga maar lekker door met meneer Rutte, zo. Nee, met meneer Rutte gaan we niet meer door. Nee, gelukkig niet zeg. Alsjeblieft, daar zijn we vanaf. Maar ja, dat wil niet zeggen dat het dan beter wordt. Vinden jullie de kloof tussen arm en rijk in Nederland te groot? Nee. Of zegt u van, nou kan wel? Nou kan wel. Kijk, dat weet ik eigenlijk niet. Ook een antwoord.
Ja, zeker. Nou ja, van de week was in het nieuws hè, dat de armoede, dat gaat er toch weer gaat de slechte kant op. 5,7% van de Nederlanders dreigt straks onder de armoedegrens te komen. Dat betekent zeg maar 2 kinderen per klas. Wat moet de overheid daaraan doen? De overheid zou sowieso daar een betere verdeling in kunnen aanbrengen door voor het eerst ander beleid te gaan voeren. Maar wat ook aan de gang is, voor mij heb ik dat ook gehoord, dat er steeds meer miljonairs bij komen. En ja, Nederland heeft vroeger altijd bekend gestaan om zijn goede adviezen. Dus als de miljonairs nou een handje zouden bijsteken aan de mensen die het echt arm hebben en niet degene die het zeggen het arm te hebben, dan raakt het op een gegeven moment ook opgelost. U heeft gisteren toevallig niet naar Vandaag in Zij zitten kijken? Nee, toevallig niet. Oh, nou ja, zoiets zei Johan Derks ook. En wat mij dan altijd opvalt, er is, als er iets gebeurt in het buitenland, is er altijd een Giro 555 wat wordt opgericht. Hè, waar mensen geld kunnen doneren. En, maar bijvoorbeeld in de coronacrisis of nu gebeurt er eigenlijk niks vanuit de overheid op die manier voor de arme Nederlanders. Zou daar een oplossing voor zijn? Nou ja, 22 november gaan we naar de stembus met z'n allen. Ik denk dat we heel goed moeten nadenken waarop we gaan stemmen. En de groep die u net noemt, de Nederlanders die onder de armoedegrens zit, die verdienen zeker aandacht. En andere dingen mogen dan ook belangrijk zijn. Maar ik denk dat het best goed zou zijn als partijen in Nederland zouden zeggen van joh, die mensen die ook waarschijnlijk meegeholpen hebben ons land op te bouwen, die verdienen aandacht en daar moeten we wat aan doen. Kijk, je kan alles in andere doelen gooien, onhaalbare klimaatdoelstellingen en dat soort dingen. Maar ik denk dat dit prioriteit verdient. Ja, Johan Derksen die zei dus gisteren van nou, het zou mooi zijn als al die miljonairs zeg maar een arm gezin zouden gaan sponsoren. Wat vindt u daarvan? Nou, gaan sponsoren is misschien een hele grote stap. Maar weet je, als je het goed hebt, is er natuurlijk niks mis mee om het te delen met mensen die het wat minder hebben. En ik denk dat misschien ook heel veel mensen dat weerhoudt, omdat ze denken van ja, dat komt verkeerd terecht. En de Nederlandse regering geeft geld uit aan dingen waarvan we denken, daar staan we niet achter. Dus ik denk dat 22 november een hele belangrijke stap gaat worden om keuzes te maken in de zin van, joh, milieu is belangrijk, tuurlijk. Dat is echt wat anders dan met klimaat. Maar dit zijn wel hele goede punten die vergeten worden al jaren. Gisteren ook in het nieuws, corona. Komt weer een nieuwe variant aan. Er zijn wat deeltjes gemeten, meer deeltjes gemeten in het rioolwater dan daarvoor. Maakt u zich daar nog zorgen over? Nou, over die nieuwe variant heb ik nog niet echt veel over gehoord. Maar we weten wel dat het op een gegeven moment een op- en neergaand proces is. Van een oude variant gaat over en dan vinden ze wat tegen. En dan komt de nieuwe variant komt erbij, dus dat zal blijven. Zijn jullie nog bezig met corona? Nee, totaal niet. Komt het nog terug, denkt u? Ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Zeg toch dat het een griepje is? Ja, dan kan vanaf het najaar kan er weer geboosterd worden. Gaan jullie weer een prik nemen? Ja, als het komt dan doe ik het wel weer, ja. Jullie hebben geen spijt van eerdere beslissingen die jullie genomen hebben in de coronaperiode? Ik heb alle prikken gepakt die ik pakken kon, dus ja, het zal wel goed zijn. Ja, zoals gezegd, corona. Van de week stond in de krant dat meerdere ondernemers het toch weer zwaar hebben nu. Omdat er geen coronasteun meer is. Maar de vaste lasten nog wel doorlopen. En de vraag is een beetje, hoe is dat bij u in de nasleep van de corona? Nasleep van de corona is natuurlijk een moeilijk verhaal. Het blijft natuurlijk op lange termijn blijven natuurlijk een dingetje, zeg maar. We zijn natuurlijk wel, de kermissen zijn niet slecht geweest, maar je merkt natuurlijk ook wel, we zitten in een recessie of zo. Dat we de recessie ingaan en dat mensen toch wel een beetje gaan kiezen van wat ze gaan doen op een moment, denk ik. En dat, ja, dat ga je wel merken. Dat ook wij merken dat. En ik zal niet zeggen dat het slechter gaat, maar je gaat wel merken of we gaan dat doen of we gaan dat doen. Of ze mogen dat doen of ze mogen dat doen. Dat zijn toch wel, ja, dingen wat je nu gaat merken. Kunt u het hoofd nog een beetje boven water houden of is het nu juist erger dan in de coronatijd? Nee, het is niet erger. We kunnen het natuurlijk, we moeten aan de bak, net zoals hier. Er wordt veel aan de reclame gedaan. We moeten zorgen dat het allemaal goed erbij staat en zorgen dat het allemaal betaalbaar blijft. En dat de kermis aantrekkelijk blijft. En daar zijn we hard mee bezig en dat proberen we dan ook. Hoe is het met jou op dit moment qua corona? Ik moet zeggen dat ik niet echt kan klagen. Ik vind dat het allemaal goed doorloopt. Ook met alle stijgende kosten. Je hoort echt terug van mensen van het eten pakken ons niet af. Dus ik krijg eigenlijk nog steeds wel klanten.
ja, je hoort wel dat alles wel wat duurder is, maar ja, toch onder het motto van ja, het eten pakken ze ons niet af. Dus ja, in principe, ik heb nog niet te klagen, gelukkig. Klopt maar ergens af. En heeft u coronasteun ontvangen of misschien ook terug moeten betalen vanwege hogere inkomsten? Wij hebben ontvangen, we hebben ook terugbetaald, maar we hebben ook met de corona hebben we natuurlijk ondernomen, zeg maar, we hebben in onze winterstandplaats hebben wij zeg maar omgebouwd tot fruit. Daar hebben wij fruitstokken gemaakt met chocolade eromheen en allemaal relaterende artikelen daarbij. En daar hebben we op onze winterplaats, zeg maar, hebben we daar in de coronatijd doorgebracht om dit ook te verkennen verkopen. En daardoor hebben we onze kop boven water kunnen houden. Nou, dus deze attractie blijft lekker bestaan en daar kunnen mensen van gaan genieten, deze kermis. Wij gaan ons best doen en we gaan de mensen ermee vermaken. En hoe zal het met jou met de coronasteun die je gehad hebt? Ja, ik heb één keer steun gehad. Dat was dan een bepaald bedrag. Maar dat heb ik naar de rand terug moeten betalen, omdat ik had iets te goed gescoord in de winterperiode. Daardoor moest ik het bedrag terugbetalen. Dus ja. Ja. Nou ja, als dat gaat, dan fijn om te horen. Ja, er zijn ook mensen bij geweest die het echt nodig hebben gehad. Dus het is altijd fijn om het te mogen houden, maar ja, ik heb het terugbetaald. Over 22 november gesproken, een heerlijk gesprek. Programma wat wij maken, nog 2 afleveringen en dan zijn wij even van de buis. Maar wij komen terug met een verkiezingsspecial. Ander dingetje, want als je dus, misschien dat u dat nog wel weet, een aantal jaar geleden was er dus een bijstandsmevrouw die af en toe boodschappen kreeg van de moeder. En toen zei je op een gegeven moment de overheid van nou, dan schrappen wij een stukje van uw bijstanduitkering. Moeten we daar wat soepeler mee omgaan, denkt u? Gaat u dat uitzenden of niet? Ja. Oh. Nou, Nederland is wat gaat gek geworden. Ik heb dat in vakantie, waar we in Spanje gezeten, heb ik ook zoiets gelezen over kinderen die hun ouders boodschappen tossen gaven, waarbij die ouders dan gekort worden. Dan moet je toch richting Den Haag af gaan vragen of je niet compleet gek geworden bent. Dat staat helemaal nergens op. Dat is een puntje voor 22 november. Ja, en weet je wat nou het ergste is? 22 november heb je gelijk een mooi stukje tv. Dat je waarschijnlijk weer gedwongen gaat worden om strategisch te stemmen. Want er komt een of andere hele mooie aangeklede kabouter uit Brussel met een mooie wachtregeling die de boel hier nog verder wil gaan voorzien. Nederland is gek geworden. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door...